wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Dit is zo intens lang geleden dat ik een video heb opgenomen waarin ik gewoon zit in mijn kamer en dingen ga vertellen of dingen ga laten zien. Zoals jullie misschien wel weten heb ik heel lang dagelijks gevlogd. Ik ben er nu van afgestapt en ga nog wel gewoon vloggen. Maar ik ga daarnaast ook gewoon leuke video's zoals deze plaatsen. Want ja, ik heb dat gewoon heel erg gemist. Vandaag heb ik voor jullie een shoplog zoals je al aan de titel hebt kunnen zien. Vroeger heb ik heel vaak shoplogs opgenomen. En dat vonden jullie altijd heel leuk om te zien. Natuurlijk heb ik in deze video ook try-on beelden voor jullie. Want ja, ik vind dat een shoplog pas goed is als je alles hebt aangedaan en het dan aan de kijkers laat zien. Want anders weten jullie alsnog niet hoe het er een beetje echt uitziet en hoe het op iemand staat. Ik heb een shoplog met van alles. Ik heb bijvoorbeeld Naked, Le Closet, Topshop, MAC en nog meer. Want ja, het is een beetje een verzameling. Een paar dingetjes die liggen nu bij mijn vriend die ik bijvoorbeeld vorige week had gekocht. Maar ja, dit is wel het meeste van wat ik allemaal heb gekocht. Dus het leek me wel heel erg leuk om dat aan jullie te laten zien. En dan zou ik zeggen, doe je duimpje omhoog als je vaker van zulke video's wilt zien. En heel veel kijkplezier. Oké, even kijken waar ik mee ga beginnen hoor. Ik ga hiermee beginnen, want hier zit geen tasje omheen. Dit jurkje heb ik van Le Closet. En toen ik nog dagelijks vlogde, heb ik aan jullie laten zien in mijn vlog dat ik naar die winkel ging. En toen had ik een paar items gekocht. Waaronder dit superleuke jurkje. Ik vind hem echt superleuk. En het is een one size. Dus al heb je L of heb je S. Je kan hem allemaal aan. Ik vind het heel leuk om dit te stylen met een riempje. Het is echt een superleuk zomerjurkje. Superleuk kleertje. Dus hier ben ik echt super blij mee. Ze noemen dit ook wel een Aztec dress. En deze kost 30 euro en ik ben hier heel blij mee. En wat ik ook bij Le Closet heb gekocht zijn deze superleuke schoentjes. Mijn vader zei dat ze deze schoenen vroeger heel vaak droegen. Maar ik vind deze schoenen heel leuk staan onder dit jurkje bijvoorbeeld. Ze hebben ze ook in het zwart en ja, ik vind ze gewoon hartstikke leuk. En als het goed is kosten deze schoenen 22,50. Ik had ook bij Le Closet nog een hele leuke rode flared broek gekocht. Maar ja, die heb ik hier dus niet bij de hand. Maar wil je weten hoe die staat? Kijk even op mijn Instagram, ThinkJuliaLoves. En daar heb ik een foto met de rode flared. Dan gaan we nu verder. Dit is een nieuw shirtje wat ik heb gekocht. Het is dit shirtje. En dit shirtje is van Nikki. Ik heb het prijskaartje er alleen wel al afgeknipt, maar deze vind ik wel nieuw. Ik wilde al heel lang zo'n shirtje. Het enige nadeel vind ik dat die best wel lang is. En ja, ik had hem online besteld en ik had geen zin meer om hem terug te sturen. Dus ja, ik doe het er maar gewoon mee. En ik vind hem wel leuk. En hij is een beetje off-shoulder. Ik moet zeggen dat ik het wel heel duur vind voor zo'n simpel shirt. Ik zal eens even kijken hoe duur die ook alweer was. Niet schrikken, maar dit shirtje kostte 80 euro. Maar ja, ik wilde deze al heel lang. En ze hebben deze ook met een jurk. En hiervan heb ik maat 34. En ja, ik vind het wel heel mooi en het stofje is ook leuk. Dus deze. Dan ga ik verder met de Topshop. En bij de Topshop heb ik een hele leuke witte broek gekocht. Tada! Misschien weten sommigen van jullie het wel. Ik ben best wel klein. Ik ben 1,60 en ik heb vooral hele kleine benen. En bij bijna elke broek heb ik de struggle dat de broekspijpen te lang zijn. En bij de Topshop hebben ze heel ideaal, speciaal een petite lijn. En dat is dus voor kleine dames zoals ik. Dus vandaar ben ik daarheen gegaan. Heb ik mijn eerste Topshop broek ever gekocht. Dat is deze. De reden dat dit de eerste broek is die ik daar heb gekocht en niet vaker is omdat de broeken best wel heel erg duur zijn. Ik heb qua waist 28. Dat staat gelijk aan confectiemaat 38. Van lengte is het dus 28. Het is gewoon een witte broek. Ik heb namelijk 4 witte broeken, maar ze zijn allemaal te lang. Waardoor ik ze eigenlijk niet draag. Dus ik ga die gewoon verkopen. En dan heb ik nu gewoon 1 witte broek die mooi zit. Deze broek kost dus 50 euro. Dus vind ik behoorlijk veel geld. Maar ja, hij is echt perfect mijn lengte. En hij zit echt super lekker. En hij is high waist. Dus hier ben ik wel echt super blij mee. En hier ga ik echt heel veel plezier van hebben. Dan ga ik verder met MAC. En bij MAC heb ik 1 item gekocht. Mijn kastje is een beetje kapot. I'm sorry. Dat is dit. En dit is een lip gloss. En ik heb het kleurtje nu op. Ik ben er heel erg blij mee. Het is de kleur Love Gel. Het is dus zeg maar een lippenstift en lipgloss in 1. En dit is hem. En ik vind hem echt super mooi die kleur. En hij matcht heel erg bij mijn nagels. Deze kost 14,50. En het is echt lang geleden dat ik make-up heb gekocht. Maar ik wilde zoiets al heel lang. Dus hier ben ik blij mee. En deze ga ik zeker vaker dragen. Dan heb ik hier een broekje. En die is van de H&M. Ik heb geen tasje erbij. Want ja, hè. Waarom zou je elke keer betalen voor een plastic tasje?
Terwijl die ook gewoon in je tas kan. Dit is het broekje. En ik ben hier super blij mee. Want hij bedekt mijn kont. En dat is wel fijn. Want ja, die komt er bijna altijd onderuit. Ik vind het echt een super mooi kleurtje. Hij heeft hier een beetje van die kapotte stukjes. En dit is maat 36. Hij kost 18 euro. En hij is dus van H&M. En ik ben hier heel blij mee. Dan ga ik nu verder met dit pakketje van Naked. En van Naked heb ik ook nog eens een superleuke kortingscode voor jullie. Ik ga hem even bijpakken. De kortingscode van Naked is 15LOVE. En dan krijg je 15% korting op alles. Er is alleen één nadeel. De code is maar voor 48 uur geldig. Dus als deze video online staat en je kijkt hem een week later, is hij helaas niet meer geldig. En ik zal alle linkjes van de Naked items even in de beschrijving zetten. Ik ga nu maar lekker beginnen. Ik moet wel zeggen dat ik één item al uit het zakje heb gehaald. Maar goed, dat kan de pret niet bederven. Het eerste is dit supermooie blouseje. En hij heeft van die ruffelmouwtjes. En dat vind ik heel leuk. En ja, ik draag toch heel vaak zwart. En ik vond dit dan wel gewoon iets wat ik nog niet had. Een leuk blouseje, past bijna overal wel bij. En het is maat 36. Ik weet hier de prijs niet van, maar dat kun je gewoon op de site vinden. Dan is dit het volgende en ik ben nu al verliefd, want ik hou van dit kleurtje. Dit is het item en dit is zo'n off-shoulder shirtje. En ik zag dit bij zoveel mensen voorbij komen dat ik dacht, ik moet dit hebben. Ik heb maat XS en ik heb hem dus ook in het zwart en die zal ik zo aan jullie laten zien. Ik vind het echt zo ontzettend leuk. I love it. En deze kleur vind ik ook mooi. En wat ook chill is, het is dus een body die je dus van onderen vastknoopt. Maar hij heeft aan de achterkant dus zeg maar een string. En dat vind ik mooi. Want ik vind het niet mooi dat als je dit in je broek doet en je ziet zo'n hele rand van die body. Dus met deze heb ik daar geen last van. I love it. En ik vind sowieso Naked altijd echt geweldig. Het is misschien wel een beetje prijzig. Nou, ook niet heel erg. Maar ja, iets duurder dan normaal. Alleen de kwaliteit is gewoon super goed. Dus ja, van die items heb je gewoon heel veel plezier. Dus daarom. En met mijn kortingscode heb je ook korting. Dus dat is wel chill. Nou, dit is dus de off-shoulder body in het zwart. Ja, precies hetzelfde natuurlijk, maar dan een ander kleurtje. Past ook weer overal bij en hier ga ik ook echt heel veel plezier mee hebben. En dan gaan we nu verder met het laatste item van Naked. En dat heb ik dus al uit de verpakking gehaald. Dat is deze bikini. En dit is echt een super leuke bikini. Het is een bikini met een dierenprintje. Ik weet dus niet of het panter is of luipaard of iets dergelijks. Het broekje zit een beetje high waist. Dat vind ik ook wel leuk. Van het broekje heb ik maat M besteld en van het topje maat S. Ik heb deze dus al gepast, want ik kon niet wachten. Het topje is dus maat S en die had ik beter maat M'tje kunnen doen, want hij zit net aan. En dat broekje zit dus ook net aan. Dus daar had ik beter een L van kunnen nemen, maar ja, maakt niet uit. Alleen als alles gaat groeien, dan wordt het lastig. Ik vind het in ieder geval echt een hele mooie toffe bikini. Dus I love it. En dan gaan we nu verder met dit pakketje. En dit pakketje is van Comget Fashion. Ook hiervan zal ik de linkjes even in de beschrijving zetten. Laten we maar beginnen met dit item. Dit is echt een superleuke jurk. Ik heb hier van maat S. En als patroontje heeft hij allemaal schattige hartjes. En dat vind ik heel leuk. Hij heeft aan de onderkant ruffeltjes en aan de mouwtjes ook. Dus deze is echt super schattig. En heel leuk te combineren met leuke laarsjes of iets dergelijks. Dus hier ben ik heel blij mee. Dan heb ik datzelfde jurkje, denk ik. Volgens mij is het hetzelfde. Maar dan heb ik een ander patroontje. Ja, dat is gewoon hetzelfde. Iets anders trouwens. Kijk, de touwtje is dunner. Maar deze is ook heel leuk. Ik ben echt dol op zulke jurkjes. Ik vind dat echt heel schattig. En volgens mij vinden heel veel van jullie dat ook altijd heel erg leuk, zulke jurkjes. Hij heeft van die leuke ruffetjes aan de mouwtjes en aan de onderkant. So, I love this. Dan heb ik van Comget Fashion een bikini. En hier was ik ook super benieuwd naar. Deze heb ik ook nog niet aangehad. Het is maat S. Ik wist dus echt niet welke maat ik moest bestellen. Is altijd lastig. Ik vind ten eerste dit kleurtje heel erg mooi. En dit is zo'n high-waist broekje. Dat vind ik altijd super chill zitten. Dat bedekt een beetje je buikvet. En dit is het topje. Ook super tof. Ik zie hem hier al echt in lopen. Ik denk dat deze S wel past. Dus dit vind ik echt een mooie bikini. En ook een super mooi stofje.
En deze hebben ze ook nog in andere kleuren, dus super leuk. En dan gaan we verder met het laatste item van Comfort Fashion. En dat is een simpel shirtje. Dit is het shirtje en er staat heel cute baby op. Ik vind het echt een super leuk shirt. Ze hebben hem ook in het wit. Dus gewoon een simpel leuk shirtje. En ik vind hem heel cute en ik kan hem bij van alles dragen. Dus hier ben ik ook super blij mee. Dat was dat alles van Comfort Fashion. Links staan in de beschrijving. En dan gaan we nu verder met het allerlaatste van deze shoplog. En dat is van de Bijenkorf. Ik moet zeggen dat ik daar niet heel vaak dingen koop, want ja, het is best wel duur. Maar ik ging even los deze keer. Ik was namelijk naar Amsterdam geweest en toen ben ik dus naar de Bijenkorf geweest. Ik heb het ook gevlogd. Ik zal die video even linken. En dan heb ik twee leuke items gekocht. Als eerste dit, en hier ben ik super blij mee. Dit is een trui van Daily Paper. Hij is super, super, super warm. Dus nu kan ik hem even niet aan. Maar ja, je kent Nederland. Het weer is nogal wisselvallig. Dus er komen vast wel dagen aan dat ik deze trui echt nodig heb. Ik heb een zwarte kleur gekozen omdat dat bij heel veel dingen te combineren is. Het is maat S. Ik had beter misschien maat XS kunnen nemen. Maar ja, die maat was er niet meer. Dus ja, het is niet anders. Hij valt best wel oversized, maar dat hoort. En ik vind het echt een mega leuke trui. En hij was 90 euro, dus dat is best wel veel geld. Maar ja, ik wilde heel lang zo'n trui. En als ik hem nu niet kocht, kocht ik hem misschien over een maand. Dus hier ga ik heel veel plezier van hebben. Dat weet ik nu al. En dan gaan we verder met het allerlaatste item van de shoplog. En dat is dit shirtje. Dit is een shirtje van LS. Ik dacht, ik moet ook wel iets wits voor de zomer. Want ik kan niet alleen maar in zwart blijven lopen. Ik heb maat XS. Hij kost 25 euro. En ik moet zeggen dat hij super groot valt. Dat zien jullie misschien ook, maar dat hoort. Ik ben hier in ieder geval heel blij mee. En deze vind ik dus leuk op die rode flarebroek. Die ik helaas niet heb kunnen laten zien. Maar ja, I love it. En dan was dit alweer alles wat ik de laatste tijd, de laatste 2 weken ongeveer, heb aangeschaft. Ik ben er super blij mee. Laat even weten wat jij het allerleukste item vindt van deze shoplog. Doe nogmaals een duimpje omhoog als je vaker video's zoals deze wilt. En als je nog video ideetjes hebt die ik in mijn kamer kan opnemen, comment below. En wie weet ga ik die video dan opnemen. Ik wil je in ieder geval super bedanken voor het kijken. Ik vond het weer heel leuk om zo'n video op te nemen. Dat zien jullie misschien ook wel aan mijn enthousiasme. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!